Deze dames houden van lekker eten. Maar al dat lekkere eten zorgt niet alleen voor melk, maar ook voor heel veel mest. Wij hebben elk jaar ongeveer 700 kuub mest te veel op dit bedrijf wat wij af moeten voeren. Dat is 25 vrachtwagens vol met mest. Jan kan dat nu nog redelijk in de buurt kwijt, maar er zijn heel veel boeren die hun mest kilometers ver brengen. Die laten de mest ophalen door een transporteur en die rijdt dan weer naar Groningen of Friesland, de gebieden waar mest tekort is. De fabriek die hier gebouwd moet worden in Varsseveld zorgt voor een oplossing. Vrachtwagens hoeven niet meer naar het hoge noorden om mest af te zetten, maar kunnen die mest naar deze fabriek brengen waar het dan verwerkt wordt. Biogas produceren en that's it, meer niet. Uiteindelijk is daar in de loop van de jaren mestverwerking bijgekomen. Dus de mest die erin gaat, daar halen we nu eerst het gas uit. Daarna wordt het helemaal uit elkaar gehaald. En het grootste deel is gewoon schoon water. Dat kunnen wij zo kwijt. En wat er overblijft is eigenlijk allemaal kunstmest. Maar dat laatste, dat is nieuw in het plan. Buren die jarenlang geprobeerd hebben het project tegen te houden, ruiken nu opnieuw een kans nu de coöperatie de plannen heeft aangepast. Want dit plan is niet het plan waar de Raad van State het licht van op groen zette. Ze zijn al procedures gestart, omdat ze die vergisteren helemaal niet willen. Ze zijn bang voor het intense gevaar wat het oplevert voor de volksgezondheid. En hun leefgenoot gaat naar de knoppen. Toch hopen boeren dat de schop snel de grond in gaat. Er zitten ook boeren die het echt tot aan de lippen zijn. Dus in die zin is het echt, gaat de vlag echt zonder meer uit bij heel veel mensen als die fabriek er komt.